Dag allemaal, groot en klein, oud en jong, van harte welkom in deze gezinsviering. Welkom heel speciaal aan onze eerste en plechtige communicanten en hun ouders en aan alle parochianen, natuurlijk. Wij zijn nu in de laatste weken voor Kerstmis. In deze donkere dagen van het jaar kijken wij allen uit naar het licht en de warmte die bij dit feest horen. In ons hoofd en in ons hart willen wij tijdens deze advent ons voorbereiden op de geboorte van Jezus. En wij zijn hier dan ook allen samen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heel speciaal welkom ook aan de familieleden van onze dierbaren die vandaag hier gevierd wordt in deze gedachtenisviering, Jeanne de Wit. Zij is nu al thuisgekomen bij de Heer. Wij zijn nog op weg. En we gaan nu ook het verrijzeniskaarsje aansteken, het kaarsje dat gebrand heeft bij haar uitvaart. Vandaag hebben we een loopwedstrijd in onze viering. Een loopwedstrijd van de plekko's. En als, zoals je ziet op onze affiche, 1 op 5 loopt school in de buitenbaan. Dat is de affiche van welzijnszorg. Onze plekko's staan klaar. Ze zijn met 5. 4 kwamen er eerst toe. En ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar in de buitenbaan liep een ander hesje. Het gele hesje. Jullie kennen ze wel. En ik ga haar eens vragen waarom zij in de buitenbaan liep. Wij leven in armoede, hoe hard we ook ons best doen, we krijgen minder kansen. Dank je wel. Jullie mogen de hesjes onder je stoel bewaren en tot de volgende wedstrijd. In ons land leven momenteel 500.000 kinderen in armoede. Ze krijgen minder kansen op school en daarbuiten. Hoe hard ze ook hun best doen, toch moeten zij meer afstand afleggen dan de anderen. En sommigen halen door armoede zelfs hun diploma niet.
Advent en welzijnszorg gaan hand in hand. En in het evangelie van daarstraks geeft Johannes de Doper ons een goede raad. Hij zegt: mensen, ga anders leven. Zorg goed voor elkaar. En zorg vooral voor de mensen die het echt nodig hebben. De zwakkeren in de samenleving, de mensen in armoede, de langdurig zieken, de werklozen, de vluchtelingen en de kinderen in de buitenbaan. Johannes de Doper die zegt ook: maak de paden recht. Kies de goede weg van gerechtigheid en dienstbaarheid. Als het van God afhangt, krijgt iedereen gelijke kansen en loopt niemand in de buitenbaan. Als het van ons afhangt, hebben we nog veel werk te doen. Dan gaan we nu de tweede kaars aansteken. Tweede kaars, het is advent, ik steek je aan. Misschien komt er ooit een dag waarop alle mensen licht zien. Een dag waarop ieder van ons met zijn eigen talenten een goed leven vindt. Een dag waarop elkaar samen kan werken, samen kan leven. Een dag waarop niemand meer in de buitenbaan zal lopen. Een dag zonder armoede. Kinderen van de schuldbelijdenis van vergevingsmoment. Soms lopen we helemaal de verkeerde richting uit en kiezen het verkeerde pad. Daarom vragen we nu om vergeving en preken ze dat in onze naam doen. Heer Jezus, in de advent vraagt de kerk ons om aandacht te hebben voor iedereen die het moeilijk heeft. Mensen die uitgesloten worden omdat ze geen werk, geen diploma, geen goede gezondheid hebben. Soms lopen wij die mensen gewoon voorbij. Heer, ontfermt u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer Jezus, omdat we vaak denken dat wie meer kan en wie meer kent, ook beter is. Wie niet mee kan bestempelen, wie we graag... als niet geslaagd, in plaats van hun talenten waarderen, lopen we die mensen gewoon voorbij. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer Jezus, niet alleen de politiek, ook wij hebben de mond vol van welvaart en meer verdienen. Maar diegenen die het meeste nodig hebben, blijven doorgaans in de kou staan. Soms lopen we die mensen gewoon voorbij. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden, onze fouten, onze tekortkomingen vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Daarom zingen we Geef mij kracht. En laten we dan samen bidden. Heer Jezus, 1 op 5 kinderen loopt in de buitenbaan. Dat betekent dat er in België veel kinderen in armoede schoenen staan. Ze hebben niet zoveel kansen en lopen van bij het begin achter op de anderen. Geef dat er mensen zijn die hen aanmoedigen en hen de nodige steun geven, zodat ze kunnen aansluiten en dat er iets ten goede kan veranderen. Dat vragen wij vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. De kleuters mogen vooraan komen. Vandaag hebben we ook weer Robbie, de pop van Samen tegen Armoede, op bezoek. Robbie vertelt ons zijn verhaal. Laat ons aandachtig luisteren. Je mag bij Robbie gaan zitten. Ja, zet je maar neer. Maar mag ik bij u zitten? Ja. Dag Robbie. Dag Sani. Het is weer lang geleden dat ik je gezien heb. Hoe is het met je? Het is een drukke week geweest. Mama en ik zijn warme kousen aan het breien voor mijn broertje Jordi. Het is zijn cadeautje voor Kerstmis. Maar misschien moet ik van bij het begin beginnen. In de knutselles mochten we iets maken met wol om te geven aan iemand die we graag zien. Als eindjaarscadeautje. De meester heeft ons leren haken. Dat is niet zo moeilijk. Lena maakte een klein popje en een dekentje. Het is voor kindje Jezus in het stalletje van haar oma. Ik wilde graag een cadeautje maken voor Jordi. Nu mama mijn schoolrekening betaald heeft, is er geen geld meer voor kerstcadeautjes. Dus als ik iets voor Jordi maak, ligt er toch zeker 1 pakje onder de boom. Hij is nog zo klein. Ik wil dat hij niet doorheeft dat het bij ons niet altijd gaat zoals bij anderen. Ik maak me al zo vaak zorgen. Dat wil ik hem besparen. Meester Bart schrok wel toen ik vroeg hoe je kousen moest maken. Eerst zei hij dat veel te moeilijk is. Maar toen ik het uitlegde, begreep hij het wel. Ik durfde het eerst niet zo goed vragen. Ik ben al een beetje een buitenbeentje en de meester moet vaak iets extra regelen voor mij. Maar ik ben blij dat ik het gedurfd heb. Hij heeft aan mama de moeilijke stukken uitgelegd en ik mag breien als het gewoon rechtdoor is. Het is echt niet gemakkelijk, maar voor Jordi wil ik het doen. Morgen maakt mama de bult van de hiel en dan kan ik het laatste deel alleen afmaken. Vorige week zag ik er nog erg tegenop tegen het kerstfeest, maar nu kijk ik er naar uit. Ik hoop dat Jordi blij is met zijn kousen. Dan zijn het echte happy socks. Ik ben er zeker van dat Jordi de kousen heel mooi gaat vinden. Wat een leuk cadeau. Dag Robbie, tot de volgende keer. Thank you.
trekken. Trek het je niet aan dat jasje draagt. Schepen op hier, je bent welkom hier. De kleur van je haar of de vorm van je neus. Trek het je niet aan en voel je thuis. Van waar je ook komt, ben je arm of vrij. In dit huis zijn de mensen gelijk. Dus trek het je niet aan wat je buurman zegt. Voel je goed zoals je bent. Het evangelie van vandaag gaat over Johannes de Doper. Johannes de Doper is de neef van Jezus. Hij werd 3 maanden voor Jezus geboren. Toen hij volwassen was, zag hij de armoede van zijn volk. Hij vertelt aan de mensen hoe ze zich kunnen klaarmaken voor de komst van Jezus. De Heer zij met u. En wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. Wanneer Pontius Pilatus gouverneur is van Judea, Herodes koning van Galilea en Annas en Caiaphas hogepriesters in Jeruzalem, spreekt God tot Johannes in de woestijn. Johannes is de zoon van Zacharias en Elisabeth. Hij is de neef van Jezus. Hij gaat overal rond in de omgeving van de Jordaan, een grote rivier, waar hij doopt. En hij zegt, beste mensen, bekeer je, verander jullie manier van leven. Laat je dopen als teken daarvan, dan zullen je zonden vergeven worden. Zo doet Johannes wat de profeet Jesaja ooit heeft gezegd, een stem die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer in orde. Maak de paden recht, vul elk dal op, maak elke berg en euvel met de grond gelijk, maak de kronkelwegen recht en de ruwe paden vlak. Alle mensen zullen zien dat God redding brengt. Tot zover deze woorden uit het evangelie van Lucas. We danken God. Wanneer Lucas dit moeilijke evangelie opnieuw zou moeten schrijven voor de mensen van deze tijd, dan zou dat ongeveer zo beginnen. Het gebeurde in het jaar toen Donald Trump president was van Amerika. Toen Charles Michel premier was van België en Geert Bourgeois Vlaams minister-president. Franciscus was toen paus en Jozef de Kezel was toen kardinaal. En dan zou Johannes de Doper, de man die de woestijn van het leven kent en weet waarover het gaat, ons iets willen vertellen. Namelijk, hij wil zeggen dat het woord niet aan de machtigen van de aarde is en dat de hooggeplaatste van kerk en staat het niet altijd voor het zeggen hebben. En hij vraagt aan ons, mensen van deze tijd, om te zoeken welke onze plaats is hier in de wereld van vandaag. Om verder te kijken dan staat en stand. En om indien mogelijk de woestijn van de stilte in te gaan en anders te gaan leven. Begrijpen jullie dat al een beetje? Het zijn moeilijke woorden. Johannes die roept ons op als het ware om een wegwijzer te zijn voor elkaar. We wijzen dan naar de anderen. En om niet zelf in het midden te gaan staan en een selfie te nemen. Nee, dat gaan we dan niet doen nu. Maar we gaan elkaar tonen hoe we naar God en naar elkaar kunnen luisteren. Misschien zijn dat moeilijke woorden, ook voor jonge mensen, maar we moeten het niet altijd zo ver zoeken. Als we zien hoe goed ouders, ook van nieuwe samengestelde gezinnen, hoe goed dat die voor hun kinderen zorgen.
Als we zien hoe vrienden hun vrienden dragen en verdragen. Als we zien hoe duizenden vrijwilligers klaarstaan om medemensen te helpen. Als we zien hoe verpleegkundigen en verzorgenden zich inzetten voor zieken en bejaarde mensen. En dan kom ik nu een beetje dichter bij onze pleco's. Dat zijn de jongeren die op 17 jaar zullen gevormd worden. En dan vraag ik me af, wie zorgt er voor jullie? Ja, zeg het maar. Ouders. Nog ouders, nog mensen. Oma's, opa's. Meesters, ja, die kunnen jullie veel leren. En uw familie in het algemeen. Goed, en nu ga ik de vraag omdraaien. En voor wie kunnen jullie zorgen? Uw vrienden? Uw huisdieren? Uw broer? Hé, tof. Ik denk dat jullie het wel begrepen hebben, hè. Ook hier zit een kleine taak nu, hè, in deze advent, om voor al die mensen te zorgen. En niet alleen voor jezelf te kiezen, hè. Niet alleen die selfie, zo kan je het onthouden, maar wel de anderen erbij nemen. En omdat jullie dat nu zo goed begrepen hebben, ga ik nog een verhaaltje vertellen. Nelle, mag dat? Ja, hè. Luister maar. In een groot theater, daar trad eens een heel beroemd circus op. Midden in die voorstelling komt er een clown het toneel opgerend. En de mensen die begingen al te applaudisseren, want het is hun meest geliefde clown. Maar de clown die schreeuwt, er is brand in de coulissen. Het publiek dat begint nog harder te applaudisseren. Want zij geloven dat natuurlijk niet. En de clown roept opnieuw, er is brand, maak dat je wegkomt. Maar de toeschouwers die denken dat hij een van zijn nummertjes opvoert. Ze amuseren zich kostelijk met de rare boksprongen van die clown. En ze blijven natuurlijk allemaal zitten. Totdat ze merken dat er wel degelijk iets aan de hand is. Maar dan is het te laat voor velen. Tot hier mijn verhaaltje. Die clown, dat zou best Johannes de Doper eens kunnen zijn, hè, die ons oproept. Kijk, zo wil het schrift, zo willen de teksten met, in deze advent, met die oproep van Johannes, ons mensen van deze tijd wakker schudden. Zoals die clown. En vrede en gerechtigheid brengen in Jezus' naam. En als we dat begrijpen en als we daar iets voor doen, dan pas zullen we op 25 december samen echt kerstdag kunnen vieren. En niet alleen een feest van geschenken en lichtjes, maar de viering van de geboorte van een echte liefde. Vooral in ons eigen hart en ook in de wereld rond ons. Dan kan het een echt feest van vrede worden. Gaan jullie daaraan werken? Dat is niet goed voor mij. Gaan jullie daaraan werken, pleko's? Ja, we gaan dat ook aan de andere mensen vragen. Gaan jullie je best doen om er nog iets van te maken, mensen? Ja. Ah, dank u wel. Laten we daar samen over nadenken en voor bidden. Ah. Samen bidden wij nu onze geloofsbelijdenis en wij staan daarvoor recht. En we bidden alles samen. Ik geloof in God die deuren opent
en mensen samenbrengt om er te zijn voor elkaar. Ik geloof dat Hij iedereen de ruimte geeft en steeds opnieuw de kansen biedt die een mens nodig heeft. Ik geloof in Jezus' voorbeeld, in zijn warme welkom en zijn groot hart voor vreemd en vriend, voor groot en klein. Ik geloof in zijn geest van liefde, in zijn durf om ervoor te gaan en zijn openheid voor wie anders zijn. Ik geloof in mensen die niemand uitsluiten en hun hart en hun huis openzetten. Ik geloof in mensen die solidair zijn en die zich inzetten voor het goede doel en anderen de weg wijzen in het leven. De kinderen die voorbeden moeten lezen. Vertrouwen wij de mensen die ons naar harte gaan toe aan Gods liefdevolle zorg. En de preekers bidden nu in naam van ons allen de voorbeden. Wij bidden voor mensen die in een diepe ellende leven, voor wie niet weten waarin of waaruit, voor wie de hemel gesloten lijkt, voor wie zoeken naar een lichtpunt in de nacht. Laat ons samen bidden. Wij bidden u voor ons Heer. Wij bidden voor kinderen die starten in de buitenbaan, voor vaders en moeders in armoede, voor families die net niet uit de put geraken, voor wie zoeken naar een meevaller in het leven. Laat ons samen bidden. Wij bidden u voor ons Heer. Wij bidden voor wie zich inzetten voor gerechtigheid, voor wie blijven hopen dat vrede mogelijk is, voor wie geloven dat hun inzet het verschil maakt, voor wie werken aan een betere wereld zonder armoede. Laat ons samen bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Ook bidden wij voor onze dierbare overledenen, die ons met het teken van geloof zijn voorgegaan. In deze viering gedenken bidden wij voor Elisabeth Peters, echtgenoot en familie, voor Albert Bekkers en Clementine Borms en familie, voor Lode Kuikens en kinderen, en in deze gedachtenisviering vooral voor Jean de Witt. Ook bidden wij voor de familie Kuikens, Vleerakkers en kinderen, voor Maurice van Aalboom, de wachter. Ook bidden wij voor Germain Kleimans, die overleden is, en waarvoor de uitvaartdienst plaats heeft nu dinsdag 13 december om 15 uur hier te Puurs. En voor Maria van Dijk, die overleden is, en waarvoor de uitvaart plaats heeft zaterdag 15 december om 10 uur te Ruisbroek. Mogen al onze dierbare overledenen nu ook aanzitten aan de feesttafel van de Heer. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Heer. Terwijl we de tafel klaarmaken, is er een omhaling en zingen wij het liedje Een huis om in te schuilen. Thank you.
Gezegend zijt gij, God, die al wat leeft. Uit de milde handen werd brood ontvangen, en u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, die al wat leeft. Uit de milde handen werd de beker ontvangen, en u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Bied dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Mogen de Heer dit offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van geheel zijn heilige kerk. Amen. God, naar wie wij uitzien, u belooft ons steeds nabij te zijn. Wij bidden u, mogen wij in het teken van brood en wijn uw aanwezigheid ervaren. Mogen wij ons laten bezielen tot daden van gerechtigheid, vrede en dienstbaarheid. Vandaag en alle dagen in deze adventstijd. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wij zijn onze dankbaarheid waardig. God onze Vader, gij hebt ons samengebracht en wij staan hier voor u om u te danken, om te zingen, om te zeggen hoe wij u bewonderen. Wij loven u voor al wat mooi is in deze wereld, voor de blijdschap die gij ons geeft. En wij prijzen u voor het licht van de dag en voor het woord dat gij tot ons spreekt. Wij zeggen u dank voor het land en de mensen die er wonen en voor het leven dat komt uit uw hand. Ja, echt goed zijt gij. Gij houdt van ons en onze wereld is uw wonder. Daar mogen wij samen zingen. Hij is de rots waar ik op sta, hij is de weg waar ik op ga. Onze Vader, gij zijt altijd bezig met mensen. En gij wilt heel dicht bij ons zijn. Jezus hebt gij gezonden, uw geliefde Zoon. Hij is op aarde gekomen om ons te verlossen. Om zieken te genezen, aan zondaars vergiffenis te schenken. Aan allen heeft hij uw liefde getoond. Als de kinderen liet hij bij zich komen. En hij heeft hen gezegend. Als wij u vieren, Heer, staan wij niet alleen. Overal ter wereld brengt klein en groot uw hulde. Samen met de hele kerk bidden wij tot u, met onze paus Franciscus, onze kardinaal, onze ullebisschop en in de hemel loven u de maagd Maria, de apostelen en alle heiligen. Samen met hen, met alle engelen, aanbidden wij u en ze. God, Heilige Vader, omdat wij willen tonen hoe dankbaar wij u zijn, hebben wij dit brood aangebracht en deze wijn. Mogen zij er voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Dan zullen wij kunnen geven wat wij eerst van u gekregen hebben. Op de avond, vlak voor zijn sterven, zat Jezus met zijn leerlingen aan tafel. Hij heeft het brood genomen dat klaar stond en u gezegend in zijn gebed. Daarna heeft hij het brood verdeeld en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Aan het einde van de maaltijd heeft u ook de beker wijn genomen en u weer dank gezegd. Dan liet hij de beker rondgaan bij zijn vrienden, terwijl hij zei: neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. En hij zei toen ook nog: dat zult ge doen om mij te gedenken. En verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen u dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Goede Vader, omdat gij ons lief hebt, bidden wij. Laat ons tot deze tafel naderen, om in de vreugde van de Heilige Geest het lichaam en bloed te ontvangen van uw Zoon Jezus. Omdat gij nooit iemand vergeet, bidden wij voor de mensen van wie wij houden. Maar ook voor allen die in uw vrede zijn gestorven. Denk aan hen die lijden en die verdriet hebben. Vergeet niet uw grote familie van christenen, van alle mensen over de hele wereld. Vol bewondering voor alles wat gij doet. Zeggen wij dan ook, door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Mag ik nu vragen dat de kinderen die nog hun eerste communie niet hebben gedaan en die hier aanwezig zijn, dat ze naar voren komen om een kring te vormen rond het altaar. En dan bidden wij allen samen, terwijl wij recht staan, met onze Vader. En wij geven elkaar ook de hand. Tot hier, ja. Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We blijven nog even staan. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostel gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. En vervul uw eeuwenoude belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En die vrede van de Heer zij dan ook met u allen. En wij geven elkaar ook een teken van vrede en verbondenheid.
lichaam en bloed van onze vrede Heer Jezus Christus, die we ontvangen tot het eeuwig leven aan. Heer Jezus, laat het delen in uw lichaam en bloed voor ons geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die ons sterkt naar lichaam en ziel en ons geneest van alle zwakheid. En gelukkig wij allen, die nu genodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus, beware ons ten eeuwige leven. Amen. Hongerig en jij gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud had, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, jij liet mij binnen gaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik ziek was, ben jij mij komen helpen. Ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Hallelujah.
nog een paar mededelingen. Straks na de viering mogen de kinderen die jarig zijn in december een snoepje komen halen. De kinderen van het eerste leerjaar, de kleuters en de kinderen van het tweede leerjaar, die mogen straks na het slotgebed mee muziek komen maken. En de volgende gezinsviering is op kerstmis op dinsdag 25 december om 11 uur hier in de kerk van Beurs. Allen welkom. En op donderdag 13 december is er in de voormiddag tijdens de markt soep op de stoep. Ten voordele van welzijnszorg. Allen welkom en iedereen daarheen. En nog een kleine mededeling. Iedere week, donderdagavond, is er hier in de kerk een bezinning. Nu als voorbereiding op het feest van Kerstmis. Dus donderdagavond om 7 uur. Willen we nu samen het slotgebed bidden? God van liefde, in de advent zien we uit naar het licht voor deze wereld, Jezus. Geef dat wij dat licht meedragen in ons hart, als warmte voor de mensen om ons heen, vooral voor hen die leven in armoede. Dat het licht in ons mag blijven branden, zodat wij ons als geloofsgemeenschap kunnen inzetten om samen te strijden tegen armoede. Als het van God afhangt, loopt geen enkel kind in de buitenbaan. Als het van ons afhangt, is er nog veel werk te doen. Amen. Dierbare vrienden, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze mooie gezinsviering. We zijn weer een stap dichter gekomen naar Kerstmis, het grote feest van ons allemaal. Bedankt voor uw komst, niet tegenstaande het slechte weer. En wij openen u nogmaals verschillende keren hier te mogen begroeten bij jeugdvieringen, bij gezinsvieringen of wanneer de vieringen zijn voor eerste communie of plechtige communie. Willen we dan nu voor de zegen ons slotlied zingen, Pluk je edelwijs. Alle kindjes van kleuters, eerste en tweede leerjaar komen vlug de instrumentjes halen. Het kistje is ook klaar.
Dierbare vrienden, zo zijn wij aan het einde gekomen van deze viering. Willen we u nog even opstaan voor Gods zegen en zending. Zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik wens u allen nog een hele fijne zondag toe. En tot volgende keer. Wij danken u.